Belgacom en Proximus samen. Dat is beter voor u. Twee wielertoeristenclubs met een wel erg belabberde fysieke conditie. Ja. Goed. Staan voor de uitdaging van hun leven. Een loodzware Alpenrit over de Telegraaf, de Galibier en Alpe d'Huez. Elke ploeg wordt gecoacht door een Vlaamse wielerlegende. Ludo Dirksen traint Forza Picasso. Johan Museeuw neemt WTC Dasselhaan onder zijn vleugels. Meer ronden, alles en nu, alles, alles. Gesteund door vrienden en familie storten de renners zich in een groot avontuur. Welk team eindigt met de meeste renners boven op Alpe d'Huez en wint deze loodzware wedstrijd? Zou je nou ver, joh? We zijn twee weken voor de grote finale. Met hun fietsen veilig ingepakt verzamelen de Dasselhans in Zaventem voor een hoogtestage in het Spaanse Calpe. Onze klimstage in Calpe, ja, dat was iets. Als je dan even googelt, weet je dat dat wat prachtig zijn. Hè? Dat is ja. Ja, echt stage, ja. Het lijkt de prof. Eerst. Tof, hè? Ik step, Lotto, verschillende profteams gaan daar gewoon aan trainen. Ja, dat is gewoon een top, echt wel. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. De Dasselhans verblijven in een van de vele luxe hotels van deze Spaanse badstad. Het is wel meer een hotel voor een sheik. Hey, hoi. Six pares, man. De mannelijke renners nemen hun intrek in de penthouse. Maar voor Geert is slapen op de 21ste verdieping niet meteen een cadeau. Ik ben een ander komer voor. In België zetten de Picasso's de laatste weken nog alles op alles. Vandaag rijden ze in de Ardennen een toeristenrit van 148 kilometer. Kom aan, gasten! Ja! Enkele weken geleden verwondde Chris zijn linkeroog tijdens een werkongeval. Tijdens een lastige klim verliest hij plots zijn zicht, met alle gevolgen van dien. Je zag plots niet meer. Ik heb het proberen recht te houden, maar dat was al weg. Het terugzicht. Achterzicht in de voetauto aan. Door je hoofd komen. Goed. 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 Alles terug in orde. Ja. We gaan niet goed. Maar nu zal wel gaan. Ik zag al een tijd met mijn oog. Dus mijn oogzenuw is geraakt en mijn oor is. En de rest, ja, spreekt pas ineens uit. Vleef weg. Oké. Ja. Het is niet, het staat aan het donker. Dan. Godverdomme, jong. Bro. Ik zie geen achtje fluit. Niks ik. Rijbaan. Godverdomme, jong. En? Had ik kunnen verder rijden of... Naar beneden, ik zie. Je ziet niet genoeg. Ook alleen, ja. Ja.
Dat gaat misschien voor je veiligheid het beste zijn dat... Jammer, hè, want dat zijn de trainingen die nodig hebt, hè, verdomme. Jammer, hè. Doet jammer. Niks. Salut. De taxi komt dadelijk. Allee. Kop omhoog, hè. Ze zijn misschien ook wel teleurgesteld. Ze hebben het best gedaan om mee te trekken, maar hoe gaan hè? Kijk, ik heb nog geprobeerd dat laatste stuk op. Die was er 4 kilometer. Op een gegeven moment kwam er een hekken tegen. Ik heb het al eerst niet gezien. Hadden ze niet geroepen, dat ik een bal opgereden. Goed uit, dat ging ook. Allee, de ook mol zijn's. Is het waar? Echt waar. De volgende dag staat er bij de Dassel-Hans een rit op het programma die de finale in moeilijkheidsgraad benadert. Voor het eerst zullen de renners kennis maken met echte cols van 10 kilometer en langer. Om deze uitdaging te overleven, krijgen ze een onvervalst wielrennersontbijt voorgeschoteld. Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik echt spaghetti sta. Toch met een tand niet, wel zo snel. De voedingsconsulente van de Dassel-Hans is meegereisd naar Spanje. Zij wil vermijden dat de renners vandaag de man met de hamer tegenkomen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Smaakt het een beetje de pasta 's morgens vroeg op de nuchtere maag? Dat is een idee. Inderdaad, voor een lange wedstrijd rekenen we toch ongeveer op een 3 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht. Tijdens de rit ook nog misschien nog een keer kort melden. Dus voldoende ons koolhydraten heropvullen. Want eigenlijk hetgene dat we nu eten, kunnen we eigenlijk maar in 90-tal minuten mee volhouden. Dus we moeten per uur ongeveer aan het 60 gram koolhydraten ook geraken. In een banaan zit er bijvoorbeeld ongeveer een 20 gram. Dus dat zou willen zeggen dat je zeker een 3-tal bananen op een uur zou moeten binnenkrijgen. Er zijn ook repen en gels voorzien. En een reep, ongeveer 1,5 reep per uur volstaat ook om aan je koolhydraten te geraken. Goed, dan wens ik iedereen nog smakelijk eten en een goede rit toegewenst. Coach Johan wil zowel de betere als de mindere renners de kans geven om zich tijdens het klimwerken stevig te testen. Daarom heeft hij een wedstrijdje bedacht. Ik heb eigenlijk beslist om de groep in 2 te delen. Groep 1 mag een half uur vroeger vertrekken. Groep 2, uiteraard, een half uur later. Hans met de 2 Andy's, Frankie en Bjorn. Jullie zijn groep 2. Ik ga met groep 1 mee. Ik ga de dames vervoegen. Als groep 2 groep 1 inhaalt voordat we Calpe binnen zijn, dan kom ik bij groep 2. Alle klusjes die er nog moeten gedaan worden, doen in de vakantiemaanden. Tuurlijk, je mag me er 1 pet uitkussen. Ik doe dat niet graag. Dus ja. De vrouwen ook content zijn dat er weer iets gebeurt in huis, want de laatste week gebeurt er niks niet meer. Fietsen, eten, werken, fietsen, slapen, fietsen, eten, werken, slapen, fietsen. Als we niet ingehaald worden, dan kom ik ook bij groep 1 klusjes doen. Dat ze sowieso gaan klusjes moeten doen. Alle klussen, groot en klein, moet je bij Johan de Seus zien. Het vooruitzicht op de huishoudhulp van de Leeuw van Vlaanderen werkt motiverend. Bij de eerste groep lijkt vooral Peter gebrand op de overwinning. Een duw. Duw voetbal. Ik was super gemotiveerd eigenlijk om eigenlijk echt een keer door te rijden. Gewoon een keer voor hem bezig te zien in hun eigen tuin. Terwijl dat hij op die terras zit met de glazen in uw handen. Dat hem aan het werken is, dat zou wel een keer fantastisch zijn. Exact een half uur na hun collega's beginnen ook de sterkste renners aan hun tocht. Net zoals de andere groep krijgen ze een begeleider mee die de streek kent. Zal dat gaan? Dat zal gaan! Dus we zijn vanaf kilometer 1 er tegenaan gaan. Laat ons duidelijk zijn, op het moment dat we vertrokken zijn, willen we die man inhalen. De mindere groep overmeestert intussen de Col de Guadelest. 6 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. De heren zoeken ook een eigen tempo, echt de bom. Terwijl de heren gezwind naar boven fietsen, krijgt Dora het lastig. Niet goed. Het tempo ligt voor haar te hoog. Ik zit constant boven mijn
maximale hartslag. En dat eten van vanaf lijkt me morgen. Ik kan maar rijden wat ik kan rijden. Hé. Ik kan geen mirakels doen op dat moment. Dus ik aan mijn best doen, meer kan ik niet doen. Is de 100 verwittigd tegen een man komt? De heren van de eerste groep hebben stevig doorgefietst en wachten boven op de top vol ongeduld op de komst van de achterblijvers. Hoe is het met de dames? Komen ze verder achterop? Ik ga je zien in de diepte. Het zal wel heel belangrijk zijn als ze boven komt. Een minuutje en de rest. Weer de weg en de andere linnen. Dan begint het verliezen hier. Ja. Achter, niet te veel. Als ze door mij verliezen, ja, dan ga ik mij daar mee neerleggen. Nee. Als ik dat niet leuk vind, maar ja. Nog 1,5 minuut en we zijn weer weg. Hè. Ja, de sokken weer aan, anders verliezen we te veel tijd. Hier, maak je maar klaar, hè. Ik zit niet meer zitten. Maar ik ga deur, hè, ja. Ik ga mijn maat niet teleurstellen. Oh, ik kom maar. Ik ga maar aan. Mag ik beven? Ja. Allee, Dora, kom aan, Vince. Je kunt het. Laat je nog ook niet rang, Vince. We gaan nu afzakken en tegen je beneden zitten ze heel gerecupereerd. Achter dat we iets gerecupereerd dan, begonnen we aan een afdaling. En we komen dan, kon niet zijn een haarspel begonnen, maar het was dus wel een vrije kort naar links en direct naar rechts. Ik voelde mijn achterwiel gewoon. En ja, het was gebeurd. Ik lag langs de grond. Ballen. Moet je hem daarop zetten, hè? Is hier rijden? Oké. Okay. Weet je dat niet slier, hè? Dat niet echt. Moet hem op dat blokje zetten. Dat is voor mij geen slier. Maar mijn niet hard. Ja, maar dat is al niet. Nee, maar het is niks. Laat hem even bekomen. Laat me vloeien, hè? Achter zo'n halpartij... Het is schrik weer toch in je leven. En dan komen de emotionele gevoelens weer naar boven hier. Dat gebeurt, vind je? Zeg, dat gebeurt, dat is niet erg. Kom aan. Vallen kan iedereen gebeuren. Ça va? Kom aan, hè. We zijn echte venten, hè. Even een tranen laten vloeien en dan weer weg, hè. Dat is gewoon van de schrik dat nu even... heel low is. PG9, ja. De uitdaging tegen een andere groep, ja. Hij is in het water gevallen door mijn schuld. En ja, ik vond dat natuurlijk spittig. Ze zitten dan. Van boven, kijk daar. Na de valpartij duurt het inderdaad niet lang voor de snelle renners aansluiting vinden bij hun onfortuinlijke collega's. En is dat? Wie is die? Hier in de dollingen? Nee. Just hier. Everybody hurts sometimes. Het is duidelijk, ik heb mijn opdracht, we hebben onze opdracht verloren. Ik ga dat respecteren. Ik ga bij de winnende team de klusjes komen opknappen. Ça va? Stel voor dat we nu vooral op de beklimmingen het tempo aanhouden, dat de betere hun tempo aanhouden, boven te wachten en dan komen wij wat aansluiten. En dus vertrekken de Dassahans vol goede moed voor de volgende 100 kilometer onder de brandende Spaanse zon. Als kers op de taart krijgen ze op het einde van de rit de Sierra de Bernia voorgeschoteld. 13 kilometer onversneden klimplezier. Laten we 4 maanden teruggaan. Dan konden ze zeker niet in Spanje gaan fietsen. Ze hebben daar grote dingen gedaan, 1 voor 1. Kom aan, man. Voor mij was dat de eerste keer. Ik had nog nooit op een kool gereden. Ik denk dat we niet beseften... wat dat ging geweest zijn, moesten wij daar 3 maanden terug diezelfde rit gedaan hebben. Verkrampt. Doei. Moe van.
niet gepijst dat ik zoveel kon verbeteren op zo'n korte tijd. Ik had een heel, heel, heel positief gevoel. Ik had een super gevoel. Men bewezen in groep dat we op een klim van 13 kilometer aan kunnen in Spanje. Tegen helse temperaturen, want we moeten niet vergeten wat dat 40 euro in. Oké. Zie de vrouw. De vrouw, kijk. Ook de dames stampen zich verrassend vlot naar boven. En na 110 kilometer fietsen is er zelfs sprake van euforie. Want tijdens de grote finale in Frankrijk zouden ze op dat moment de eindmeet al gehaald hebben. Hoe gaat het? Goed, Jan. We zitten op Alpe d'Huez. We zijn al 110 kilometer. Meet al. Meet al. Yes. Het is wel overal zeer, maar ja, dat gaat wel overgaan. Twee minuten. Ik ben toch wel even geschrokken van Dora. De laatste berg dat we deden, kwamen die twee minuutjes of een minuutje later al bij ons toe. Dus dan had ik iets van, voor de moraal was dat heel goed. Proficiat aan iedereen. Wat dat heel positief is, als je dan bekijkt hoe ver dat de dames maar achter ons zijn, dat is heel weinig. Goed gedaan, op het einde van de rit is dat heel positief. Oh, mannetje. Een grote proficiat. Proficiat aan de dames. Ik ben op iedereen fier. Ik weet wat ze op korte termijn gedaan hebben. En iedereen wist van, oké, wij kunnen dat wel behouden nu. En we zijn er wel klaar voor. Kom op, mannen, we zijn wij. Straks, Luc komt zichzelf tegen tijdens de hoogtestage in de Vogezen. Ik denk niet dat ik mij ooit al zo'n slecht gevoel heb ook voor die en dat. Na de verontrustende problemen met zijn oog bezocht Chris enkele specialisten. En na verschillende onderzoeken kwamen die met slecht nieuws op de proppen. Yo, mannen. Ik heb nu een definitief ding gehad van een dokter, een uitsluitsel. Mijn oogzenuw is geraakt. Mijn netvlies is afgescheurd, een stuk. Daarom hebben ze ook gezegd van kijk, zware inspanning. Kalmpjes nu. Zoals het er eigenlijk al een beetje zat aangekomen, ga ik bijna op het einde moeten zeggen dan ik ga niet mee kunnen doen. Ja. Dat is jammer, hè. Ik voel me er echt rot bij. Rot. Ik leef er 4 maanden naartoe om dat te kunnen doen. En dan 2 weken voordat het eigenlijk zover is, is het dan, stop maar. Bah, ja. Eigenlijk voel je van, shit, wat gaat er nu gebeuren? Laat ik ze nu in de steek. Oh. Gelukkig. Ja, onze kansen zijn enorm verminderd. Hè? Dat gaat voor ons moeilijker zijn, voor ons allemaal. We moeten allemaal een stukje harder trappen. Onze laatste zou waarschijnlijk Luc zijn. Ofwel moet er veel gebeuren. Luc op mijn ketel. Ofwel moet er veel gebeuren en hij moet beter zijn dan de laatste en de voorlaatste van hem. Hij zei twee doen tot ons succes, man. Jongens, krijg maar een best geluk. Als je haar redje weg, vitaleke en in bed spieten. Ik heb altijd gezegd, moet ik op mijn ellebogen naar boven te gaan. Alles s'nachts, ik kan me niet schelen, maar ik wil op die lijn. En dat heb ik altijd gezegd. Als afsluiter van de hoogtestage heeft Johan voor zijn ploeg nog een teambuildingsopdracht in petto. Na enkele hobbelige kilometers landinwaarts houden de Dassauhans halt bij een 50 meter hoge rappel. We kunnen ons niet voorstellen dat we doorgaan moeten aan hem. Dat voor mij een vrij boord dat al worden. Je komt dat toe, je ziet dat die kabels hangen en die rotsen. Dan zeg ik direct, maar denk dat doe ik het niet. Maar de dapperste heren laten zich niet kennen en klimmen als volleerde alpinisten vol goede moed naar de top van de rots. Kunnen ik die stad eigenlijk plannen of voorlijk? Ik weet dat met je benen op die twee rotsen moesten. Ik doe vast niet. En dat zie je toch vast te binnen. Ja. Kom je dat. Actie. Oh, man. Boe. Laat me even kijken. Boe. Boe. Vertrouwen hebben. Oh, niet goed vindt. Oh, vindt toch.
het vindt. Hey. Oh, moord. We kunnen beginnen alsjeblieft. Hans, dat je niet naar beneden. Heb je rotsen vast? Nooit meer. Nooit meer. Werk, dan moet je niet naar beneden kijken. Kijk naar die muur, kijk naar die muur. Ik draai je zo weg van de muur. En is gewoon rijk als ook bloem. Kijk. Ik heb er geen plezier aan. Dat dan nu en jij vrouwen gedaan, hè? Dat ze toch wat ziek zijn, moesten we er ook durven niet aan. Hé? Ja, ik weet het. Zo kan ik wel heen, maar een beetje benauwd van die boom is te rot. Zo, wat heen doen? Maar dat weten we dan niet. We gaan niet met pezen, we gaan niet met wiffen. We gaan niet met wiffen. We gaan niet met wiffen. Hier met wiffen. Jan, daar kan en daar, doet dat goed? Hey, ik ben ja, oké. Okay. Ja, ja. Doe je maar af. Kijk eens, hè. Het is schitterend. Super! Hoe is dat? Super! Of vrouw zit dan niet in de schaal. Ik denk dat is een chapeau, hè, Mark. Hey! Hey! Super, hè? Bravo! Applaus! Hey, Della Maxi. Verstand het nu, blik op het einde en we gaan er voor niet. Niet weg, niet weg. Ik ga ook, ik ga door. Dat geeft niet. Dorat, het kan niet gebeuren, hè. We liepen ons in, Dorat. Ga maar in orde komen. Shit, dat is niet mogelijk. Ik kwaad tegen die rotsen met mijn ellebogen. Sander moet naar boven trekken. Dus je moet je toch naar beneden, hè? Ja, dat wel, maar Sander moet naar boven trekken weer. En, drie liever maar met een kort velo, hè? Pees, alsjeblieft, red me hier. Mag dat dan niet te lang duurt? Van kan ik hier wel niet? Handen los, handen los, handen los. Hoi, Tora! Hey. Ik ben vrij blij dat ik het gedaan heb. Echt hoor. Mijn team, want dat zijn jullie toch, mijn team. Ik ben ontzettend fier op jullie. Jullie waren sterk, groots, op en naast de fiets. We zijn bijna aan onze opdracht, l'étape de Tour. Jullie zijn klaar, dat durf ik nu wel stellen vandaag. Wat ik niet had gedacht in het begin, durf ik vandaag met zekerheid zeggen. Jullie waren een fantastisch team en jullie gaan ook een fantastisch team zijn op Alpe d'Huez boven. Alsjeblieft. Met een prachtige tijd gaan in Spanje. Echt wel. Voor mij was tot nu toe het topweekend. En het topweekend gaat nu komen, maar nog niet. Hopelijk. De Picasso's gaan een dikke week voor de grote uitdaging op afzondering naar de Vogezen. Ludo wacht aan het hotel vol spanning op zijn ploeg. Ik hoop ze hier op een goede manier aan te treffen. Dus ik denk dat ze in de Ardennen haar lesje geleerd hadden. Enkele weken geleden trokken de Picasso's op trainingsweekend naar Durbuy. En ze misten daar hun entree niet. Stik die kerels op een bus waar dat er ook bier op is. En dat loopt verkeerd af. Goedenavond, jongens. Plotseling. Ludo. Ja, ik ben erg ontgoocheld. Heel erg ontgoocheld. Ik zag de bus aankomen en ik hoorde van ver al het lawaai in de bus. En dan denk je bij jezelf, ja, ze zullen dat toch wel terug niet proberen, zeker. En toen zag ik Mario, weer lachend gezicht. En toen wist ik dat ze mij wilden proberen in het oortje te nemen. Hè. Ja, ik denk dat we toch wel voor een paar seconden hadden Ludo toch wel liggen. Zeker weten. Opgelucht neemt Ludo zijn ploeg mee naar binnen. Tijd nu voor bittere ernst. Voor morgen hebben we een mooi parcours uitgestippeld. Een beetje een simulatie van wat we volgende week gaan doen in de Alpen.
Dus we gaan morgen 109 kilometer rijden hier. Maar toch met 43 kilometer of een 40 kilometer klimwerk. We hadden nog nooit niet zo lange klimmen gedaan. Dus dat is echt wel het moment dat je ziet van... Ja, we zijn er klaar voor of we zijn er gewoon totaal niet klaar voor. Volgende week gaat het nog harder zijn, maar morgen is een goede test. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Het vooruitzicht op de ultieme test laat de Picasso's niet koud. Het is wel lang, hè? Ik vind het wel een keer goed. In totaal een 40, 45 kilometer klem. Had je al wat beter beseffen dan aan toe zijn. Ik heb al het gevoel, ja, hetgeen dat logisch is, dat alle ogen in mijn richting gericht zijn. Ja, wie weet verrast ik hier geen vandaag. Hè. Dan volgende week. Hè. Dat weet je nooit. Hè. Ik wil bewijzen nu aan die gast. Oké. Okay. Ik kan niet alleen afstappen, maar kan ook wel doorbijten als het moest zijn. De Picasso's maken vandaag voor het eerst kennis met echte cols de naam waardig. De eerste is de Ballon d'Alsace. Met zijn 9 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%, geen lachertje. Maar toch gaat de beklimming ervan verrassend vlot. Iedereen was in conditie, iedereen had er zin in, iedereen was getraind. En ik moet zeggen, we zijn heel vlot begonnen. Haste, perfect. Een paar maanden geleden hadden we dat totaal niet gekund. Dan waren we allemaal van onze fiets gevallen. Vries. Als je ziet dat me eerst in de Vlaamse Ardennen nog geen halve kilometer kunt klimmen. En nu duurde 3 maanden later, dat is niet lang, 10 kilometer. Ja. Niet slecht. 3 maanden geleden kon ik nog niet eens te voet die bergen omhoog. En nu fiets je die berg al omhoog en ja, met een goed gevoel. Cédric komt als eerste boven en voelt zich de koning te rijk. Yes! Yes! Ja, wat? Vals plat. Hier zijn we boven. Hé, hey, bravo, Dorino. Je bent er bijna. Kijk, hier. Ik ben een big mouth. Yes, dus nummer 1. Ik was eigenlijk wel content dat ik een keer mijn wilskracht en al kon laten zien aan de groep. Goedje naaf, hè, voor u. Allee, mijn naam kan af. Veel tijd om te bekomen is er niet. Na een stevige afdaling volgt met de Hoensbroek alweer 9 kilometer klimmen. Busje maken! Come on! Tantje bij! Come on, Ludo! Dat is mijn tekst, hè. Luc verteert de Hoensbroek net iets minder goed. Hij moet afhaken en dus komt Ludo een kijkje nemen. Kom aan, Luc. Ja. Het is een test die we moeten volledig doorstaan. Hè. Kom, hè. Klimmen is afzien. Kom aan, Luc. Nog een 3,5 kilometer en we zijn boven. Ik moet zeggen, op die tweede kool voelde ik mij in één keer enorm slecht.
dan naar de hoesting voor eigenlijk verdiende fiets in de zijkant te smijten. Maar ik wil u mijn ploeg niet teleurstellen en ik wil u wel laten zien, ook al kom ik een half uur achter hen toe, ik wil wel verder, ik wil geen vervallen boven. Aan de voet van Le Grand Ballon vindt Luc weer aansluiting bij de groep. Klaar om 16 kilometer te klimmen aan een stijgingspercentage van 7%. Stevige kost dus. Ja jongens, dat is het hoogste punt van de streek daar. Hè. Dus het is echt... zoiets krijgen we voorgeschoteld. Hè. Volgende week, hè. 3. Hè. Wow. Hij roept onze naam wel, hè. Ja. Casos, Casos. Goed, hè? Wat is, zijn we er klaar voor? Hè? Ja. Oh, ja. Goed, dat zeker, hè. Leef maar duur. En dan achteraf hoorde van, ja kijk, dat is de legste call dat je moet doen volgende week. Dan denkt u weer van, ah mamia, dat ga je volgende week, dat ga je niet normaal zijn. We hadden een goed tempo gevonden, maar we zaten redelijk ad blok. We konden niet sneller. En Ben komt naast mij fietsen en hij zegt van, allee Robben, zijn we weg? En ik zeg, wat zeiden hij nu? Zijn we weg? Ik kan hier niet meer dan dit. En op dat moment stelt hij zich recht op de pedalen en plaatst hij daar een verschroeiende demarrage. En Ben die danste naar boven. Hij had terwijl waarschijnlijk nog een boterham met choco kunnen smeren, een telefoontje kunnen doen en zijn strijk. Want die ging naar boven gelijk dat niets was. Hè. Als ik zo binnen in de Tour de France, dan kwam ik in Parijs met een uur avance. Wie stond er dan te wachten op het peloton? Daar gaat hij met zane kromme gidon. Ja, hè. En Ben, hè. Hoi. Hey. Hey. Oh, hey, chapeau, hè, man, 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 man. Dat was wel een keer de moeite, hè? Dat is de grote vorm, jongen. Als ik nu moest meegaan, hè, dan rijd ik mijn eigen hier volledig. Ah, dat is zo. Ik was onder de indruk. Voor mij is het echt geslaagd. Magnifiek. Wat is het? Wat voor domme cabin, man. Ah, super. Goed zie. Was hey, goed hè? Echt goed. Hey. Goed hè? Dikke top. Ja, goed ook. Super tevreden. Maar afzien. Ja. Dat belooft, volgende week gaan we dit moeten gaan. Ja, we gaan dit moeten gaan, zo het voelen. We gaan wel redelijk confronterend zijn voor een paar die nog vol, vrees ik. Luc zit halverwege de klim, maar krijgt het alsmaar moeilijker. Je wil wel. Die beentjes die zeggen van nee, dat ga je niet maken. Er zit er niks meer in. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. Allee. Veel gedaan in mijn leven en veel dingen mij vallen en opstaan, maar ik denk niet dat ik mij ooit al zo'n slecht gevoel heb voor die en dat. Dan stort gewoon uw wereld in. Op die moment zouden we liever gewoon die valies pakken en terug naar huis gaan.
Ja, je ziet dat eigenlijk op de mensen in mijn gezicht ook. En dat, dan ze geen vertrouwen niet meer in hem. Ja, dat was niet echt zo plezant voor terug bij de groep te komen. Dat hadden wij liever gezien, dat je hier met de fiets boven kwam in plaats van in de wagen natuurlijk. Maar ja, als het echt niet gaat, ja, dan gaat het echt niet. Hè. Ik kon er niks van kwaad besteden. Ja. Ik moet me geen illusies maken. Ik ga waarschijnlijk nooit niet binnen de tijd naar boven raken of op de Alpen terechtkomen. Maar als ik het kan verder doen op karakter alleen al, denk ik wel dat ik toch heel ver moet gaan. Straks, coach Johan Museeuw leert wat werken is. Zou je geloven dat dat de eerste keer is dat ik een schep in mijn handen heb? Na de inspanning volgt de ontspanning. De dag na hun rit trekken de Picasso's naar de wereldvermaarde termen van Vittel, waar ze zich eens flink laten verwennen. Indrukwekkend, hè? Ja, dat vindt hij. Het personeel staat klaar om de heren op hun wenken te bedienen. Cédric laat er geen gras over groeien. Ah, madame, is het possible pour un massage? Oui, oui, avec de l'huile chaud. Hop là, van eerst keer met dat madameke meegaan. En Robbe, die ontdekt een heel nieuwe wereld. Dus ik moet hier opleggen. Ja. Plots leiden ze mij binnen in een donkere ruimte. En ligt er daar een of ander waterbed of zo. Dus niemand dat er mij te gebeuren staat. Ik hoop dat ik dit wel geestig ga vinden, want we zijn hier eigenlijk voor het plezier. Leid je manier, kom. We zien nu zo een SM-pakje gaan aandoen of zo. Komt hij binnen? Ja, voordat ik het wist, begonnen ze mij in te smeren met groene modder. Ik wist ook niet wat precies dat was, want dat is wel aangenaam. Het is echt gezicht en stinkt. Ja, lief, nu gaan ze inpakken. En plots leggen ze mij in zo'n warmwaterzak. En die warmwaterzak die zakt in dat bed. Hé, hey, tot ziens. Hey, dat is fantastisch. Het is gelijk dat je in een baarmoeder zit. Ik word opnieuw geboren. Ik moet zeggen, zeer aangenaam. Ja, jongens. Het was nu toch graag hier eens goed laten smanieren. Amai. Dus, maar aan alle mooie liedjes konden nemen. Dus, smanieren jullie volgende week, zoals we hier vandaag laten doen hebben. Goed slapen, goed eten, goed rusten. En dan zien we elkaar volgende week. Hop, 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 die gasten zijn tof! In Spanje verloor Johan Museeuw een wedstrijd tegen zijn sterkste renners. Als tegenprestatie komt hij bij hen thuis klusjes doen. Want door het vele trainen is er heel wat werk blijven liggen. Hans is als eerste aan de beurt. Krijg je dat wel? Hoi, hoi, hoi. Dag, Johan. Hey, man. De zware werk. Ja, ah, maar ja. We zijn druk bezig. Ik kom net nog een man tekort, eigenlijk. Ik kom dan geroepen. Zou je dat zien zitten voor een beetje te hebben dieren? Waar zien die man dat zitten dat ik mee aan? Ah, wel, ja. Danny. Heb je een beetje open nodig? Of meer oliver. Of meer oliver? Ja. Moet maar een beetje steen pakken met die bak hier en in Gorwon gaan, zeg.
gewoon toch. Wist dat mijn zondagse kostuum niet aan? Ja, ja. Dan breng je dat mee. En ik ga dan mee gaan dansen. Ik zie niet meer Zwitser kwitsen dan Fransje. Maar je begint te zweten, ik zie het al. Samen, Johan, lukt het een beetje? Hé? Hey. Gaat een beetje naar je hoofd? Niet zitten in de wagen, je wint. Zou je dat geloven dat dat de eerste keer is dat ik een schep in mijn hand heb? Wat? In mijn leven. Tijdens mijn carrière heb ik niks gedaan, niks. Ik ging zelf niet naar de bakken, naar de benen hoor. Dus zo erg was dat. En ik kan dat best begrijpen dat hij nu geen tijd heeft om de handen uit de mouwen te steken. Ik had wel niet verwacht dat hij zo'n zwaar werk voor mij ging uitgekozen. Maar is wat, het is een keer iets nieuws in mijn leven. Hè. Zo als diner spelen. Zie je content van me? Neeste keer. Neeste keer en de laatste keer. In Locristi blikken de Picasso's terug op de afgelopen maanden. En na al die tijd heeft coach Ludo duidelijk een speciaal plaatje in hun hart weten te veroveren. Misschien dat we wel een keer iets kunnen doen voor ons Ludo, onze coach. Dus, het is niet alleen coach, het is gewoon 12e man in feite. We vonden dat we iets moesten terugdoen voor Ludo, voor al hetgeen dat hij voor ons al heeft gedaan. Hij was niet alleen een coach, maar dat was ook de mental coach. Dat was een uitstekende motivator. Een betere coach kon je niet wensen. De bedoeling is om dus wat geld in te zamelen. En dat we dat geld dan gebruiken voor, niet aan Ludo persoonlijk, maar aan een van zijn goede doelen waar hij hem voor inzet. En dan een cheque te overhandigen. En dan komt het leuk idee van de benefit natuurlijk. Een veiling. En we moesten zo een keer wat proberen, zo wat materiaal van excoureurs verzamelen. Misschien zijn schoen niet aan had als hij de Ronde Vlaanderen ook had. Zo gezegd, zo gedaan. Robbe en Ben schuimen het land af op zoek naar wielersouvenirs voor hun veiling. Eerste slachtoffer, Johan van Summeren, winnaar van Parijs-Roubaix. Rust, hè? Ja. Wat is die balzig? Direct aan, Mel. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar kom, we gaan toe, hè. Nou, dat is het. Summeren plus van Griekenland. Oeh. Rustig blijven. Oké. Hallo. Hallo. Goedemorgen, meneer Van Summeren. Alles goed? Kom je dit doen? Je wilt koffie? Ik wil misschien een koffietje nemen. Ja. Alles goed. Wauw. Kijk, Ben. Daar is hem. Zou hij mogen aanraken, aan het vragen? Kijk hoor. Ja, mogen daar aankomen. Ja, we gaan het doen. Schenkert. Allee, fantastisch. Dan sta je gewoon op de kast. Dus onbeschermd. Ik heb dus een rugzak mee. Hey, super, hè? Ja. Mogen deze? Hoppa. Ja, pak hem. Oeh. Zwaar. Zit je erin? Zit je erin? En voordat ik het wist, stonden Ben en ik met de kassei van Roubaix in ons hand. Onze dag kon al niet meer stuk, hè. We komen nu hulp vragen, Johan. We zijn dus van de pedaalridders. En nu woensdag organiseren we een veiling ten voordele van het kinderkankerfonds. Dus zou ons een ongelooflijk plezier doen. Moest je een truitje of zo van u hebben dat we kunnen veilen of zo? Daar heb ik nog wel liggen. En dat wel liggen? Ah, super. En Max, die trui en broek en... Fantastisch, schitterend. Max. Super. Max. Ja. Merci, hè. Ja. Ik vragen of dat hij ook mijn Flandriën boekje, of dat hij daar vooraan misschien uw handtekening wil inzetten. En dan zou Max zijn, moest ze hier zetten voor Robbe of zo. Ja. Dat is mijn naam, Robbe. Max. Super. Mooie foto met u en... Ja, dat mag. Zij denkt...
makkers. Het is de hoogdag. Ah, mevrouw van Grieken. Zou jij eventueel een foto van ons samen kunnen nemen met de kassei en Johan? Alle renners en alle voetballers die hebben een schone madame, hè. Ja, en Jasmin van Grieken die sticht daar al bovenuit ook. Ik heb eigenlijk nog spijt dat ik haar geen goede dag heb gekust. Ik denk dat ik wel een hand gegeven heb. Maar ik was te beschaamd, denk ik. Ik had het beter gedaan, hè. Ja. Oké. Okay. Dat de Max. Die heb ik tijd vergoten, hè. Ik had beter ook een foto met haar samengetrokken voor uit te pakken bij de vrienden. Maar ja, kijk, ik heb ze toch eens gezien in Tarte. En de opwinding wordt er niet minder op. Volgende halte, Nick Nuyens, winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Er is beweging. Hallo. Hey. Goedemiddag. Meneer Nuyens, goedemiddag. Hey, komt erin. Ja, dat was echt wel een toffe gast in feite. Dus, het was echt zo, ja, een jonge gast, zo, een beetje zo Sam Horis type. Zo, weet wel, zo, het zit een wijze net voor Kim uit te gaan, maar ik denk niet dat hij dat veel doet. Sjaanske. Ja, super. Max. Goeie wedstrijd. Ik heb zo nog iets speciaals nodig, Nick. Dus ik denk, ik zou het willen vragen. Ik durf het niet goed, maar ik ga het toch doen. Nick, mogen wij het petje van jouw hoofd vragen? Deze ga ik niet afgeven, maar ik zal eens zien wat ik nog vind. Oké, perfect. We moesten het proberen, hè. Ja, voilà. Oké, perfect. Ik heb nog één ding dat ik nog moet vragen. Is nog een fotootje. Perfect. Museus Ronde als huishoudhulp brengt hem bij Andy Verkanje. Dag Johan. Andy. Hallo. Hey. Best. Goed, en met jou? Ja, ça va. Andy heeft dringend nood aan een babysit. Hallo, Wout, kom ik hier. Kijk, dat is hier. Goedemiddag, kindjes. Hallo. Hoe is het met jou? Goed. Weet je wie dat is? Ja. Ik heb er nog wel verteld van Johan Museum. Nee? En omdat papa met zijn fiets moet gaan rijden altijd, heb ik gevraagd dat Johan dat hij even kon komen naar hier, voor je er een beetje te animeren, en te kijken je niet er zo komt. Trek maar je tunnel aan. Dat is goed. Oké, okay, bedankt eens, hè. Gaan we een boekje lezen? Nee. Ja, tot z'n biet, hè. Ja, tot z'n biet, hè. Pudding maken. Pudding maken. Zou je niet beter buiten spelen? Ik heb dat nog nooit gedaan, pudding gemaakt. Ik ook. Jij wel? Al veel. Heb je voor 2 flessen melk nodig? Dus, gaat maar tot 500 en dan terug tot 200. Ga dat nog gedaan, ik zit. Kan ik aflekken? Van mij mag je dat aflekken. Ik heb 5 zo'n potjes betalen. 5? Nee, dood. Ik vind dat wel niet van papa. Papa is wel, hè. De bedoeling is voor u goed te gaan trainen, maar zit dat constant aan te pezen. Het constant te pezen. Ik ga nu weer, ik ga dat nu weer zitten doen. Oeh, ruit kapot. Oeh. Maar dat is vals spelen, hè? Man, ik heb proeven van jullie delicatessen. Ah, jij is door ze. Hey, hoe zit het? Een saaie thuis was. Is het nogal? Hij heeft het niet, joh. Hoe was het eigenlijk, Koot? Een beetje gejunt? Ja. Fijn, wat is dat hier in de zegt? De bloem. Bloem? Maar moet dat in de pudding doen, hè, bloem? Nee, maar hij heeft de restje van het zakje met bloemen. Ja. De volgende dag wordt alles in gereedheid gebracht voor de mega-benefietactie die de Picasso's als verrassing voor hun coach op poten hebben gezet. Dat is voor de veilingmeester. Ik ga het al op zijn plek zetten. Goedemiddag, beste dames en heren. De veiling gaat beginnen en het eerste lot. Dat is dus Robbe Willems, een romantische date met Robbe. Met eventueel nog een cinematje bij. Een doosje popcorn in de love seat van de cinema. Het startbod is 50 cent. Er wordt daar 1 euro geboden door de mevrouw met de hoogblonde haren. Er is 1,25 euro voor de mevrouw met de hond. 1,25 euro. 1,50 euro. Het bod gaat de hoogte. En 300 euro voor mevrouw. 300 euro eenmaal. 300 euro andermaal. Niemand meer. Verkocht voor 300 euro. Je mag uw prijs nu komen afhalen.
romantische date? Oh, love. Aan de veiling gaat nog een spaghettifestijn vooraf. Alle middelen zijn goed om de bezoekers zoveel mogelijk centjes uit hun zakken te schudden. Ludo, al die sliertjes, manneke, breng geld op, hè. Wat gaan we niet doen voor ons kortje? En dan komt er onverwacht bezoek. Een delegatie van WTC Dassal Haan komt haar duit in het zakje doen. Ja, ja, ja. Super dat we komen zijn. Max. Maar de Dassal Haans vergeten niet dat ze bij hun rivalen op bezoek zijn. Tussen pot en pint peilen ze stiekem naar de conditie van de Picasso's. Weet je, daar staan we voor je eerst goed. Ça va? Ja. Oké, de Grand Ballon, een petit ballon. Ballon d'Alsace. Ja. Grand Ballon ook, op het einde. Voor die Grand Ballon. Zo is afgezien. Ja, oké. Steen door. Van eerst tot laatst. Weet je dat werkt? Een Grand Ballon. Lastig, maar echt. Dat kan. Ja, ja. Skywalk tactisch. Maar nu moet je het achterste van je toe willen laten zien. Nu moet je een beetje. Allez, ik heb ook al gezegd dat het lastig gaat. Wij spannen, zijn wind, zijn bepaalde mensen en zijn niet boven gerocht. Ja, moet dat een beetje zo. Moet een beetje tactisch spelen. De strooptocht van Ben en Robbe heeft heel wat unieke souvenirs van grote wielerhelden opgeleverd. Om de verkoper van in goede banen te leiden, wist Ben de ideale veilingmeester op de kop te tikken. Ex-renner Eddy Plankaert. Dank je wel, man. Ik ben Benroet van de Picasso's. Hè. Ja, Eddy Plankaert, de veilingmeester. Ja, denk niet dat we een betere konden hebben als hem. Dames en heren, een groot en daverend applaus voor Eddy Plankaert. Het is een vrij wijs figuur en hij kan direct ambiance inbrengen en zo. Hoe gaan we dat aanpakken? Ik heb veel naar verkopen geweest. Ze hebben in een tijd het een en het ander van mij ook verkocht. Dat is al een tijdje geleden. Snap maar je portefeuille boven, hè. Nummer 1. Dat is een truitje van Nick Nuyens. Winnaar van de Ronde van Vlaanderen. We gaan beginnen met een bod van 50 euro. 60 euro. 60 euro voor meneer. 90 euro voor meneer achteraan. 90 euro. Eenmaal 90 euro. Eenmaal 100 euro, dames en heren. We hebben de grens van 100 euro. 140. 140. 140. Eenmaal. 140. Tweemaal. Verkocht. Yeah! We zijn stukken bijgegaan. Ik heb echt geschoten van wat dat mensen er wel voor heeft. We hebben een truitje van Omega Pharma Lotto. En is gesigneerd door alle lotto-renners. 60 euro voor Peter, hè? 80 euro voor meneer. 110 euro. 150 euro. Ah, uit de verrassende hoek. Uit de verrassing komt. Oh, dat moet niet kwaad zijn. Niet kwaad zijn. 150 euro eenmaal. 150 euro tweemaal. Driemaal. Verkocht. 150 euro. Het is eigenlijk verrassend geweest dat we een stukken weggaan voor 160, 170 euro voor een wielertruitje. Oké, je gaat toen naar Hansen ten Heuvel. Onze diep betreurde Frank van den Broeke. Ik vind het, het ontroert mij een beetje. Deze koerspet is de laatste waarmee Van den Broeke ooit gekoerst heeft. 30 euro, dat vind ik belachelijk. 40 euro. 40 euro voor mevrouw. 100 euro, voilà. Nu zijn we goed bezig. 110, 120, 130 euro voor meneer. 160 euro voor meneer, nog helemaal op het einde. 170 voor meneer. 190 euro voor meneer, achteraan. 190 euro, eenmaal. 190 euro, tweemaal. 190 euro, verkocht. Dames en heren, dankjewel voor de fijne avond. Dankjewel. Ik dacht 1000 euro, 1500 euro, daar moeten we tevreden mee zijn. Hoeveel hebben we nu bijna? Wat, 2000 euro, we hebben nu al bijna 4000, dubbel. Ik vermoed dat Ludo het moeilijk zal krijgen. En we willen traantjes zien. Ja, we moeten chipen. Volgende week de grote finale. WTC Dassal Haan en Forza Picasso leveren een heroïsche strijd op de flanken van drie legendarische Alpenkools. Elk team gaat tot het uiterste om met zoveel mogelijk renners aan te komen op de top van Alpe d'Huez. Na een spannende wedstrijd op het scherp van de snee is de ontlading bij de renners groot. Welke ploeg is het sterkst en wint na 4 maanden keihard trainen deze loodzware wedstrijd?